Runs levert in. Deze bal valt bij toeval goed. Maar kan daarom wel een kans opleveren via Platje. Venović. Goed meegegeven. Wil gezien. En de eerste mogelijkheid voor Heracles via Pedro. En nu stapt de thuisploeg massaal uit. Maar is het wel de bal kwijtgeraakt onderweg. Gaurier. Pedro. En een klap om al. En de bal wordt afgekeurd. Wegens gevaarlijk spel. Pedro. Dolt weer alle kanten op. Pedro, nou zit hij er wel in. Nee, weer niet. Kolwijk. Platje. En van richting veranderd. Betekent dit een hoekschop voor NEC. George. Pas weer niet. En nou zit hij er wel in. Ja hoor. Ten voorde. Zet NEC in de 24e minuut op een 1-0 voorsprong. Ten voorde vrijgelaten. Pas weer uit positie. Niemand bij de tweede paal bij Heracles. En dat betekent 1-0. Te Wierik. Armenteros. Nu los van Breuer. Armenteros en Babos. Paulsen. Ten voorde, knap binnengehouden en meteen verlost van Bruns. Ten voorde, Platje bij de eerste paal. Als die hem raakt zit hij erin, maar hij mist hem. Melvin Platje. Dorda. Armenteros, daar is de gelijkmaker. Nee, wat een geweldige redding van Babos. Geweldig, goede doelman van NEC. Deze inzet van Armenteros van de doellijn haalt. Laten we hopen dat de tweede helft even aantrekkelijk wordt als de eerste zojuist is geweest. En dit eerst goede bal voor 2-0. Platje over. Overtoom. Duarte. Armenteros, oh Babos maakt zijn goal klein, maar niet klein genoeg, het staat gelijk. In de derde minuut na rust heeft Armenteros zijn goal te pakken. De eerste kans na rust is voor NEC via Platje. Maar het paasje van Duarte betekent 1-1 via Armenteros. Duarte. Een aantal mensen nog voorin, die maakt hem. Oh zeg, dat is de tweede van de avond. Armenteros. Binnen 10 minuten is Heracles van 1-0 achter naar 2-1 voor. Van der Velde. Rex. Mooi. Hoogstandje waarmee die Venović van zich afschudt. Rex loopt zomaar rechtdoor. Rex onderuit op een mooie plek. En het eerste geel. Ook dat. George. Oh, wat een geweldige goal van Leroy George. Veel mooier kunnen ze er niet in uit een vrije trap vanaf deze plek. En het blijft op deze manier een voetbalfeest. Zonder dat valt te voorspellen wie van de twee, als dat er alleen is, als winnaar van het veld stapt. Platje. Ook geen slechte trap. Oh, wat een kans voor Rex. Ten voorde. En voorin maar liefst drie man. Hij krijgt de beste kans. Het is 3-2 voor NEC. En het is ten voorde met zijn tweede van de avond. En zo keert deze wedstrijd zo'n beetje om de 20 minuten. Castellón.
En Babos, die de inzet van Everton van de doellijn haalt. Het is gebeurd. NEC wint voor het eerst na 8 keer een thuiswedstrijd zonder winst te hebben afgesloten. Weer een competitiewedstrijd op eigen veld. Het was een feest om hier vanavond in Nijmegen aanwezig te zijn.